Helaas pindakaas. Dit jaar hebben we in navolging van de oproep van zeg maar, het managementteam, het COVID-managementteam en ook de regering. Je hebt de minister net gehoord, die roept ook de mensen op om rustig aan te doen. Wij hebben ook de jaarafsluiting van EBC, dit jaar gaan we dat niet doen. Begrijpelijk, het is een te groot risico voor iedereen om daar te gatheren. Ik denk dat onze luisteraars en vrienden dat begrijpen. Maar je roept op dat mensen niet naar EBC moeten komen morgen? Nee, niet. Wij zelf bij het personeel hebben besloten dat de mensen die op de dag werken, die blijven hun werk doen natuurlijk. Maar de overige zeg maar teamleden of werknemers van EBC die thuis zijn, die blijven ook in hun eigen omgeving hun oudejaars vieren. Want we hebben meer dan 60 mensen in dienst bij EBC. Als ze allemaal komen, hebben we toch sowieso dan een hele grote groep mensen, weet je. En dan komt de politie. Dan komt de politie voor je deur staan. Nee, we kunnen niet doen. We hebben over het algemeen elk jaar een feest gehad tot nog toe. Hele leuke feesten. We hebben een groep mensen bij EBC lopen. Dat zijn echte feestnuzen. Maar we moeten dit jaar overslaan. En je oudejaarstoespraak vervalt dit jaar ook? Nou, dan moeten we even kijken. Misschien kunnen we dat virtueel doen. Dat kan, weet je. We moeten even kijken hoe we daar mee omgaan. Maar wel is het zo dat we natuurlijk dit jaar moeten afsluiten. Het is een heel lastig jaar geweest voor ons, voor iedereen. Wij moeten nog blij zijn dat we als mediabedrijf nog hebben kunnen werken. Dat we onze zeg maar, de opdrachten die we moeten uitvoeren hebben kunnen doen. We hebben onze luisteraars en kijkers kunnen voorzien van informatie. De nodige informatie, dat is gewoon doorgegaan. Natuurlijk onder die COVID-voorwaardes. Weinig mensen in de studio, steeds erop letten. Het is harder werken voor de journalisten. Omdat je geen gasten in de studio kan uitnodigen steeds. Maar het is allemaal gelukt. We zijn blij dat we dat hebben kunnen doen. En laten we hopen dat we een beter jaar krijgen, 2021. Maar dus je bent toch wel tevreden over de prestaties van EBC? Of had het beter gekund? Ja, in die zin tevreden. We hebben het werk kunnen doen waar we voor geroepen zijn. Dat wat ik zei, de mensen voorzien van informatie, entertainment, dat hebben we wel kunnen doen. Als je dat commercieel bekijkt, is het natuurlijk een andere zaak. Het is een heel moeilijk jaar ook geweest voor de media, denk ik. De kosten zijn ook omhoog gestegen, overal, all over, bij het bedrijfsleven en ook bij de media. En de inkomstenkant is natuurlijk blijft een probleem, weet je. Maar er is hard gewerkt. Het doel wat we voor ogen hadden om zeg maar, die informatie te verschaffen, dat is goed gelukt. Door een heel hardwerkend team, met name bij de nieuwsdienst ook. Maar ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om onze luisteraars en kijkers het beste toe te wensen. Het is een moeilijk jaar geweest. Laten we hopen dat het een beter jaar wordt, dat we COVID kunnen bestrijden en dat we eind 2021 een heel groot feest kunnen geven. En dat heeft u dus kunnen horen van de directeur van EBC Radio en TV, Henk Kamperveen. Hij doet nogmaals een oproep aan iedereen die gewend was om naar EBC te komen op Oroyari, om dat niet te doen, omdat we dit jaar helaas geen Oroyari-viering zullen hebben vanwege COVID-19. En met dit bericht zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Magazine 4. Vandaag woensdag 30 december 2020, het laatste van dit jaar. Volgend jaar zijn we bij u terug met gloednieuwe afleveringen en vele actualiteiten. Mede namens het hele team bij EBC wens ik u een fijne jaarwisseling toe. Blijft u alsjeblieft veilig. Goedemiddag.